Veel inwoners uit Schorrel bezochten maandagavond de informatieavond van de gemeente Bergen en het COA over het aankomende verblijf van 55 minderjarige alleenstaande asielzoekers. Deze mensen wonen vanaf 1 februari volgend jaar in Klein Zwitserland aan de Duinweg in Schorrel. De avond trok veel mensen die ook vragen stelden naar de dorpskerk. Hier ging het over onder andere het nut van de opvang. Dus hoe eerder terug naar hun eigen bekende omgeving, mensen die hen kennen, die hen dierbaar zijn. Ieder weldenkende ouder wil onmiddellijk zijn kind terug hebben. Ieder weldenkend kind wil onmiddellijk terug naar zijn eigen ouder. En als dat niet zo is, is er altijd familie of een gemeenschap die opvang kan zorgen. We kennen allemaal de beelden uit Syrië, de kapotgeschoten steden die er zijn. De burgeroorlog die er in Jemen, Eritrea is. Maar ontzettend gevaarlijke situaties zijn, juist ook voor jongeren en zeker ook voor jonge meisjes. Het is geen situatie van dat kinderen worden weggehaald bij hun ouders. Het zijn heel vaak de ouders die hun kinderen met een beetje geld wat ze hebben op pad sturen. Vaak een heel gevaarlijke route. Mevrouw, ik probeer graag te beantwoorden, maar wij zijn het hier niet over oneens. Hè. Ik zou ook liever willen dat de situatie niet zo was, maar de keuze wordt gemaakt om de kinderen naar veilige orde te sturen. Die komen hier en die gaan de procedure. En dat is het moment dat wij als Nederland moeten zeggen, we moeten in ieder geval voor die kinderen op een nette manier de opvang regelen, zodat ze in de procedure kunnen zitten. En wat er daarna met ze gebeurt, hangt af van de uitkomst. En op het moment dat zij verblijfstatus krijgen, ben ik het helemaal met u eens, dat gaat ook inderdaad, zoals ik het heb begrepen in ieder geval, maar daar weet mevrouw Van Giethuis meer over, gaat ook inderdaad richting een gastgezin of richting een woongroep als ze wat ouder zijn. Alleen ze moeten eerst de eerste procedure doorlopen om te kijken of ze hier mogen blijven. Hoe worden de jongeren eigenlijk begeleid? Ik ben heel erg benieuwd of in de huidige tijd waar wij ook als dorpsonderneemers moeite hebben goed gekwalificeerd personeel te vinden, lukt u dat wel? En zijn dat mensen die ook echt gericht om kunnen gaan met mensen die deze trauma's hebben? Inzoomend op de begeleiding. Dit zijn allemaal mbo en hbo SGJ geregistreerde jeugdwerkers. Ik ben het met u eens, deze jongeren hebben veel meegemaakt. Dat wil nog niet altijd zeggen dat ze afwijkend gedrag hebben, maar dat betekent wel dat ze intensieve begeleiding nodig hebben. Waar nodig wordt in samenwerking met de GZA ook doorverwezen naar bijvoorbeeld traumaondersteuning of een maatjesproject wat in de buurt is, noem maar op. Dan gaan wij van tevoren al aan het werk met het opzetten van een dagprogramma. Natuurlijk ook met hulp van vrijwilligers, maar ook met hulp van professionals. Het is niet dat we alleen maar met vrijwilligers werken. Maar begrijp dat u de rijkdom heeft in uw organisatie, dat u voor elk meisje een voogd en een mentor kunt hebben? Nee, het is elke jongere heeft een voogd en een mentor. Maar dat wil niet zeggen dat het één op één is. En dat die 24 uur per dag er zijn. En deze mevrouw wil weten of de capaciteit voor die zorg er wel is in deze tijd van personeelstekorten. En hoeveel kwetsbare jongeren zijn er al in de oorspronkelijke omgeving hier in Schorrel? Hoeveel kwetsbare ouderen zijn er? Op hoeveel bewoners in Schorrel? En hoe staat het ervoor met deze groepen die er al zijn? En is er al voldoende buurtzorg? Wij weten uit ervaring dat dat heel erg moeizaam gaat. En hoe zit het met de huisvesting van oudere mensen in de gemeente Schorrel en Bergen? Enkele mensen maken zich zorgen. Ze zijn bang voor overlast. Wij willen hier geen, in dit mooie dorp, waar geestelijke gehandicapten gewoon vrij kunnen rondlopen. Ik woon op de Duinweg, kan op fietsen, et cetera. Deze jongens, zullen ze van hun fiets aftrappen? Het is gewoon. Sluit de ogen niet voor Ter Apel, Budel en andere plaatsen. We hebben één wijkagent. Ik zie nooit politie bij ons op de Duinweg of waar dan ook. Dit wordt zeer gevaarlijk. Ik vind het prima als die meisjes worden opgevangen, maar de jongens die zijn vaak van God los. En we zijn een te kleine gemeenschap, met heel individueel. We zijn een kleine gemeenschap. We hebben hier veel toeristen. We hebben hier heel veel geestelijke gehandicapten die gewoon kunnen rondlopen. Als dit soort jongens gaan rondlopen, hou ik mijn hart vast. En ik denk dat de politie, we hebben veel te weinig politie, om hier voor de veiligheid van die mensen, voor mijn dochter en al onze andere dochters, ja, dat gaat niet lukken. Ik vraag dat dus ik verzoek de gemeente Bergen
om alleen meisjes op te vangen hier in deze gemeenschap, niet ook jongens. Het klopt inderdaad dat we een periode hebben gehad dat jongeren die zeiden dat ze 18 waren, maar ergens in de 30 waren en hier om andere redenen kwamen en niet voor niks zeiden dat ze minderjarig waren, dat die een periode voor heel veel overlast hebben gezorgd. Maar laat ik daar ook bij zeggen, met name binnen onze eigen locaties. Ik kan u verzekeren dat dat op dit moment de laatste jaren al veel en veel en veel beter gaat. Ja, wij werken met FTE, formatieplaatsen, 36 uur. Heeft gemiddeld 223 formatie, inclusief de manager. Dat betekent concreet, als je het hebt over 24 uur bezetting, dat er in de nacht zijn er minimaal 2 medewerkers van het ANV-team en 1 iemand van de beveiliging. Dat heeft ook te maken met onze wettelijke verantwoordelijkheid om altijd 3 BNV'ers aanwezig te hebben. En u hoort het wel zeggen, er zullen altijd minimaal 3 mensen zijn. Als de jongeren naar school gaan, zal het 's ochtends wat rustiger zijn met medewerkers en 's middags en 's avonds wat drukker. Ja, als de school nog niet bekend is, dan kunnen we vanuitgaan dat het voor september volgend jaar ook niet gaat lukken. Want ik heb zelf op een school gewerkt met 2 taalklassen, een middelbare school in Alkmaar, want er zijn echt in Bergen geen scholen met taalklassen. Die zijn er bij ongeveer 2-3 scholen in Alkmaar wel. Maar dat kan pas weer ingericht worden vanaf september. Het is ook de bedoeling dat als gemeenschap, als samenleving hier in Schorrel, dat we met z'n allen moeten zorgen dat inderdaad, wat u zegt, dat de gehandicapten veilig op straat kunnen, dat uw dochter veilig op straat kan. Daar zijn wij al voor en daarom zoeken we ook voornamelijk gewoon de samenwerking met de COA, met de gemeente, maar ook met jullie. Als er incidenten of dingen zijn, meld het bij ons, zodat we met elkaar in gesprek kunnen gaan, identiteit kunnen achterhalen en dat we met elkaar voor een goede oplossing kunnen gaan zorgen. En wie kan dit zijn als het misgaat? Als mijn huis, mijn bezit, mijn vrouw van ik hou, de familie, de mensen van ik hou, als het misgaat? Terecht. COA opent een 24 uur piketnummer van de locatie zelf. Dus als u iets ziet waarvan u denkt van dat is niet helemaal thuis, dat voelt niet goed of ik heb een opmerking. Ze staan er ook open voor complimenten, maar dan is dat het nummer wat u belt. Want dat wordt altijd opgenomen en daar wordt altijd gehandeld vanuit de locatie. En verder is het zaak dat wij met elkaar zorgen dat we goed contact houden, zodat we vroeg in kunnen spelen op dit soort ontwikkelingen. En dat doen we natuurlijk al naar gelang wat er speelt. En soms kan dat zijn dat inderdaad de politie komt met meerdere om te zorgen dat iets wordt aangepakt. En soms kan het ook een kwestie zijn van dat er bijvoorbeeld een vorm van overlast wordt ervaren die kan worden opgelost met een gesprek met het COA. Dat hangt er maar net van af. Wij moeten in ieder geval met elkaar als gemeenschap, als gemeente, als politie, als COA zorgen dat we hier de veilige situatie er is ook bewaren. Ook de leeftijd van de jongeren was een issue. Mensen in de kerk vroegen zich af hoe het te controleren is dat een asielzoeker, soms zonder paspoort, jonger is dan 18 jaar. Hoe heeft u de leeftijd geslacht, want het ging in eerste instantie over meisjes, vastgesteld uit wetenschappelijk onderzoek is bewezen dat alleen skeletfoto's een duidelijke leeftijd aangeven. Meisjes die hier komen, die hebben waarschijnlijk al kinderen daar in het dorp of als ze vandaan komen. Dus binnenkort gezinshereniging. Deze jongeren worden, wat ik al vertelde, intensief begeleid. Deze jongeren komen, als ze internaal komen, vindt er een identificatieproces plaats. Dat betekent dat er wordt gekeken of ze papieren hebben, andere spullen bij zich hebben en in ieder geval vindt er een eerste registratie plaats en daarnaast vindt er ook een leeftijdscontrole plaats door de IND. Dat mocht tot een paar jaar geleden niet. Dat mocht inderdaad toen alleen maar op basis van botfoto's die ook niet betrouwbaar bleken te zijn. De IND is natuurlijk gespecialiseerd in het horen van asielzoekers. Hè? Dat is hun werk. Sinds wij dit mogen, dus dat we aan de voorkant meer leeftijdsonderzoek mogen doen, is het aantal 18 plus jongeren binnen onze opvang significant gedaald. Bezoekers gaven ook aan de alleenstaande minderjarige asielzoekers welkom te heten. Toen ik hoorde dat hier alleenstaande vluchtelingen
zouden komen, was ik eigenlijk blij verrast. Want ik maak me zorgen over alle risico's in de wereld, die veel groter zijn dan de risico's die we natuurlijk ook hier in ons buurtje hebben. En ik sta erachter dat Nederland ook zijn deel heeft in de opvang van vluchtelingen. En ik wil er ook persoonlijk wat aan bijdragen. Maar ik vind het Klein Zwitserland ook een uitstekende locatie. Eerlijk gezegd, lijkt mij. Echt uit de buurt en buurtbewoners, vrijwilligers samen, dat het ook zo'n verrijking is voor deze jongeren, zowel voor hunzelf als voor ons als ja, maatschappij, als samenleving, om ook in de buurt veel meer jongeren te krijgen. Want in de gemeente Bergen is natuurlijk ook wat vergrijzing aan de hand. En hoe mooi is het dat er ook niet wat meer jongeren weer komen die ook bijvoorbeeld hun hulp ook al mee te krijgen. Dat heb ik echt meegemaakt. Vrijwilligerswerk waar ze vol enthousiast mee starten, waar we steeds plekken tekort hadden en daarvoor heel blij zijn dat zij daar juist mee komen helpen. Wij hebben hier in Schorrel hebben wij heel veel opvang gehad van allerlei gevluchte culturen die ergens gevonden zijn. Als u daar in dat raadhuisje kijkt, ziet u culturen, ja, volkeren die gevlucht zijn. Ik kan zes volkeren noemen. Of het nou de San is die uit Zuid-Afrika gevlucht is, of het nou de Dan is die vermoord is vanwege de kobaltmijnen. Er zijn allerlei cultuuruitingen in dat museum te zien van mensen die terecht gevlucht zijn. Kinderen vooruit. En ik zeg, joh, aan het eind van deze avond doe ik de deur open. Hey, hartstikke mooi. Dank u wel.